Hallo kijkers, toch dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival, die Random Villagers. De laatste keer dat ik dit heb upgeload, is toch wel een tijdje geleden. Maar het is weer terug. Even een probleem, want ik kan niet daarop gaan. Die heeft onze weg vrijmaken. Hier weer. Zo, het huis in. Moeten we even deze villager afsluiten. Hier wil ik graag mijn mending villager hebben. Poot mag weg. En hebben we mending? Nee, nog niet. Blijven die dingen weghalen. Tot we mending krijgen. Het kan wel een tijdje duren. Oeh, Looting 3 is wel ook een goed boek, maar dat heb ik nu even niet nodig. Flame. Ah, eindelijk mending. 31 emeralds. En dan één boek. Deze village moet goed opgesloten zijn. Weg vrij, maar ik moet onmiddellijk weer opsluiten. Ga ik weer even naar mijn basis toe. Ja, we zijn bijna weer bij de basis. Ik wil ook weer even een timelapse doen. Die komt nu in beeld. Zo, dat was de timelapse. In die timelapse probeerde ik dit hier te bouwen. Daar is een gebouw rond de farm van de vorige aflevering. We hebben helemaal geen emeralds, dus dat is wel even een probleem. Als het goed is, zit hier nog een zombie villager. Oeps, dit is weg. Nog een klein beetje afwerken. Deze kan nog gedaan worden. Wassen zijn bijna allemaal gegroeid. Eraan te denken, past dit erbij? Even zien. Maar het is niet het beste, maar het heeft ook wel iets. Dit nog even afmaken. Dan denk ik dat ik dit hier met twee wil uitbreiden. Ja, de bricks zijn op. Ik ga deze farm al eens testen. Hup, het water komt als het goed is. De laatste dagen is er ook nog best wel een grote hype rond PlayStation. Er is namelijk de nieuwe PlayStation 5 uitgekomen. En ik heb hem niet gekocht. Volgens mij was die nog best wel duur, die PlayStation. Ja, zelfs als het goedkoop was, zou ik het toch niet kopen, want ik ben niet echt zo'n console gamer. Ik speel meestal gewoon op de computer. En ik heb ook thuis een Xbox staan. Alleen, die gebruik ik niet meer. Misschien zijn er wel van mij kijkers die op dit moment kijken en die al op de PlayStation 5 hebben gespeeld. Ik vraag me eigenlijk af van hoe het eigenlijk is om daarop te spelen. Ik heb even wat emeralds nodig. En daarvoor heb ik even een tactiek. Oh ja, wat ook nog nieuw is, op Twitter heb je nu ook tegenwoordig die stories. Die is nieuw sinds gisteren ofzo. En ik heb ook even een test gedaan om te zien of het werkt. En er was toch nog een beetje haat daarop. Of ja, haat, ik weet niet of ik het haat wil noemen, maar gewoon toch wel wat kritiek over. Aangezien daar een idee is van Instagram en de meeste mensen vonden dat niet leuk dat Twitter daar nu ook toevoegt. Want ja, nu heeft bijna elk sociaal media platform het. Ja, eerst was het enkel volgens mij bij Instagram. Ik heb wel een Instagram account. Maar ik doe er echt helemaal niks mee. Dus als ik stories wil maken, kan ik dat nu ook op Twitter doen. Ook al heeft de meerderheid een hekel aan als je dat gaat doen. Want ja, de meeste mensen willen liever dat stories niet op Twitter komen. Waar was die Mending Village ook alweer? En dat was dit huis volgens mij. Ja, hier kunnen we heel veel emeralds farmen. Ik heb
heel veel sticks nodig. Je zal zo wel zien waarom. Met deze villager kan je het gemakkelijkst aan emeralds geraken. Ik heb er nu al 8. Ik ga heel veel wat hot hacken, zodat ik weer veel kan traden. Oké, we gaan weer eens traden. Waar is die villager? Hier zo. Blijf stilstaan. Aandoeken we even niet. We hebben wel een kwart stick aan emeralds gekregen. De zon komt onder, maar bij deze wil ik je bedanken om te kijken naar deze video. Ik laat even weten wat ik in de volgende aflevering kan doen. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei!